Hi lieve patatjes, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. We gaan een heel leuk biechtje in elkaar zetten. Ja. Het eerste biechtje, het eerste... Ja, echte babymeubel. Echt het dingetje waar hij in gaat slapen. Dat weten we natuurlijk helemaal niet. Kijk, ja, jij denkt echt een meid, hè, jij? Ik denk echt een meisje. Ik ben er nog niet helemaal zeker van. Bij de eerste dacht ik het wel, maar nu ben ik er niet meer zo zeker van. We hebben dus een biechtje is het, hè? Het is een biechtje, ja. En die gaan we nu in elkaar zetten. Nou ja, het biechtje zit al in elkaar. En volgens mij is dat in het onderstel inderdaad, dus moet zo gepiept zijn. Zou je zeggen. Dus, ja. Ik vind hem wel heel schattig. Hij is wel lief. Hè? Hij is leuk toch? Hij is echt heel erg leuk. Met een dikke strik. Jezus. Kapsel. Die strik is ook zo leuk. Nee, dat zie je nou niet zo goed. Zie je zo meteen beter. Oh nee, zo zie je hem wel goed. Maar nou is hij leuk als ze hem uitpakken. Ja, oké. Okay. Hij staat. Zo schattig. We hebben maar gelijk even teddyberen ingezet. Zij ging ook al gelijk even onderzoeken wat er in het huis kwam. Lijkt me dus ook een beetje ontstemd zijn. Van wat de hel is dit? Kijk, zonder beer. Ligt er melk. Klein hummie in. Katje die gaat gelijk even onderzoeken. Katje kijkt je echt aan van wat doe je. Ha, doe maar aan jongens. Ja. Nee. Zitten. What's up, Teddy? Zijn er blij mee? Leuk, hè? Dit is de eerste gewoon in de woonkamer. Ja. Helemaal voor het echtie. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En wij gaan gezondheid tien. Gezondheid tien, vegetarian en gezond. Warmoestraat in Amsterdam, Juice by Nature. Ja, we hebben een bon gekregen. Wat is zo'n bon? Voucher. Ja, voucher van Lisanne voor mijn verjaardag. En we dachten we doen een keer wat anders dan anders. En toen zijn we uitgekomen bij Juice by Nature in Amsterdam. Dus we gaan eens even kijken hoe onze dag bevalt. Nou, ik ben benieuwd. Het ziet er lekker uit. Het is allemaal anders dan anders. Als je healthy wil gaan, dan doe je... En vegetarian, volgens mij. Ja, toch? Bloemkool couscous. Een avocado, een hummus. Dingetjes met kokos. En de wraps. Dat is lekker om binnen te komen, hè? Amsterdam, baby. De city.
De City. De City. Wat een drukte. Het is echt zonde, het is wel een vette stad. Toch? Ja. Er is wel veel gebouw en zo. En, je kan nergens normaal lopen. Genoeg te doen, maar je kan nergens normaal lopen. Mensen lopen hier omver en alles loopt omhoog en omlaag. Ach, het zonnetje is wel door, dat is dan wel. Zo, die gieten zitten helemaal van de tandjes. Is dat heel onopzichtig? Daar gaat ze. Echt zoveel tafels heb ik nooit gezien. Jij bent echt de leukste thuis. Weet ik toch. Nou ja, vermaken ons wel, toch? Nou, lekker. Ja. Je moet een beetje moeilijk naar slapen, hè? Valt ook niet mee, baby's bouwen. Huh? Een lastig bouwpakketje. Er zit ook geen gebruikzaamheid erbij. Geen inbus die past. Jongens, we doen het gewoon lekker rustig aan. En een 100 meter kop koffie. Dan komt het vast goed. En als de zon zo blijft schijnen, dan trek ik mijn trui uit. Proost. Ja, wij zijn inmiddels weer terug uit het drukke Amsterdam. Dat is wel leuk, hè? Ja. In ieder geval lekker gegeten. Gegeten. Eens even kijken, wat we hier zijn. En nu weet ik dus. Nu gaan we even kijken naar een kinderdagverblijf. Is het een kinderdagverblijf of een crèche? Hetzelfde. Is hetzelfde. Oké. Volgens mij. Dus hebben er een aantal aangeschreven. En ze zitten allemaal in de buurt. Dus we dachten, laten we er eventjes naartoe lopen. En Mo heeft het nu al zwaar. Hé Mo. Oh. Hoi Jo. Gretje. 68B, dus we moeten dat doordenken. Ja. Waar gaan we op letten? Nou, het fijn dat we hier wel een speeltuintje hebben en zo. Oké, okay. Speeltuintje is natuurlijk wel belangrijk. Ik heb wel gezien dat de flesvoeding en luiers en zo zit allemaal inbegrepen. Zitten inbegrepen, oké. Okay. Dat is wel belangrijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk. En dat ze lief zijn. Maar dat wisten we al. Ja, en de prijs is ook niet onbelangrijk. En dat het schoon is. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hier is het dus. En dat is dus inderdaad 2 minuten lopen van ons huis. Weg naar mijn werk. Ze hebben een eigen speeltuintje. Net een cycle lopen. Nou, top. Het zou wel een. Ik maak even een pirouetje. Het zou wel echt ideaal zijn. Zo, we hebben jullie nog niet laten weten wat nou uiteindelijk het eindoordeel was van de kinderdagverblijven. Hallo! Niet alleen dat. Maar dat kwam omdat het even laat werd en wij snel boodschappen wilden gaan doen. Nou, ik kan je vertellen, dat hebben we gedaan. Ik heb echt nog nooit zoveel boodschappen gedaan. Maar het doel is nu dus om het een beetje, ik ga uit de keuken, om het een beetje te, ja, hoe zeg je dat, te budgetteren per week.
Ik hoop dat dit voor een maand was. We hebben een doos. Een tas. En hier nog een tas. We gaan het even ingaan. Lekker pot. En goedenavond allemaal. Tenminste, voor ons is het avond. Ik weet niet hoe laat je zit te kijken natuurlijk. We zijn kapot. Het ligt ook zo. Ja, nou ja. Het verhult een beetje dat ik kalend ben. Maar we zouden jullie ook nog even vertellen hoe het was bij de high tea. Het was dus een healthy vegetarian high tea. Het was wel apart. Met hummus en avocado. En een beetje bosbessen geloof ik. In een klein appeltaartje. Wraps. Met heel veel groenten erin. Ja, ik vond het wel apart. Maar ik heb toch liever de reguliere gewoon. Met alle verkeerde dingen dus. Ja, het was geen high tea zoals je gewend bent met alle zoete dingetjes en scones en brownies. Nee. En ik moet zeggen, nou ik zou er echt wel weer terug gaan ofzo. Ja? Ja, ik vond het wel echt lekker. Ik vond het wel lekker vers en ik hou er wel van. Van die groenten en er hoeft echt niet per se altijd vlees of vis bij te zitten. Dus, scoren is 1-1. Ik zou niet meer teruggaan en Sergio wel. 1-1. Oh, zo. 1-1, 50-50, whatever. Ja. Dus, volgende week dan gaan we ergens naar een andere high tea voor moederdag nog. Alleen Sergio zijn moeder die kan helaas niet, dus gaan we met ons drieën. En ik heb Jennifer gevraagd of zij tijd had om ook gezellig mee te gaan. Wat wil je, weer ouderwets suikerbunkeren? Ja, inderdaad. Gewoon alleen maar slecht. Nou, toen hebben we ons nog een beetje proberen te vermaken in Amsterdam. We hadden allebei. Ja, maar het is toch raar, want de stad van Den Haag of zo is ook vrij druk. Ja, ja, het is wel anders natuurlijk. Nee, het is gewoon de chaos van de weerwar van mensen en. Gewoon. Je kunt gewoon geen 3 meter vooruit lopen zonder te moeten draaien of iemand ontwijken of. Het is echt. Ja. Vermoeiend. Ik kan niet anders omschrijven, het is gewoon echt vermoeiend. En de stoepjes die zijn gewoon smal. Dus iedereen loopt ook op de straat en dan komt er een fietser en die loopt altijd dringen. En dan moet je weer opzij op een mini stoepie. Maar ja, we liepen ook te zeulen met de helm en toen werd het toch nog warm, dus moest ook nog de jas uit. En ik was moe, want ik had heel slecht geslapen. En we hebben al een uur en een kwartier op de motor gezeten met al die wind, tegen de wind te vechten. Dus ja. Was gewoon vermoeiend. Ja. En toen zijn we langs 2 kinderdagverblijven gegaan. Dus het wordt Triodus of Bloem. Villa Bloem. Villa Bloem. Ja. Maar ja, we gaan binnenkort even naar de belastingadviseur. Gaan we even alles navragen en bekijken hoe en wat. Ja, dus op zich wel een goede tip, want ik had er zelf niet eens over nagedacht. Maar ja, ben je dus aan het zwangeren en wil je van alles weten, kun je gewoon een afspraak maken met de belastingadviseur. Hopelijk krijgen we ook goed advies, maar ze hebben 3 kwartier of 40 minuten of zo voor ons uitgetrokken. Ja, dat is super chill. En dan gaan we lekker een lang weekend weg. Ja. Ja, wat weer een leuke reisvlog. We gaan naar Luxemburg. Ja. Zeg eens Luxemburg. Luxemburg.
paar dagjes, gewoon lekker tussenuit. Dus. Nou, voor ons een vermoeiende dag, maar ook wel weer leuk. Vond je dit een leuke vlog? Doe dan even duimpje omhoog. Uiteraard. Dank voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Abonneren. Gewoon klikken met die handel. Belletje. En, oh, hebben we ook nog niet gezegd. Misschien wel leuk om te zeggen. Een mijpaal. Ik ben zo moeilijk, kan niet eens meer praten. Vond het toch een leuke mijpaal? Wat dan? We hebben 400 abonnees. Oh ja. Ja. 400 subs. Dus zijn we helemaal blij mee. Ja. Weet je waar ik ook blij mee ben? Met jou. Ja, ja. Thanks voor jullie support. En tot snel. Ciao, 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 ciao.